Ik ben Jaap van den Berg. Ik werk op het platform, dus afhandeling van vliegtuigen, los te laden. Ja, het wordt steeds drukker, zwaarder. Omdat er gewoon te weinig mensen zijn, moet je gewoon veel meer op een dag doen. En ook door de chaos met de bagage en met de regels die ook nog uitlopers van corona natuurlijk, moet je dus heel vaak ook koffers zoeken. Omdat mensen dus niet mee mogen door de regels die gelden. En dat komt steeds vaker voor nu. Kijk, vroeger kon je gewoon vaak gewoon geintjes maken met elkaar. Ja, omdat gewoon die druk steeds hoger is, ja, werkt dat gewoon ook door in het samenwerken van, met collega's. Hoe je tegen elkaar vaak ook geïrriteerd zijn. Maar dat is ook heel logisch natuurlijk, toch? Ja, dat is inderdaad ook. Wordt heel snel op pauzes bezuinigd. Dus dat je dus echt wel, als dat dus niet vanuit de baas komt, zeg maar, vanuit de indeling, dan moet je zelf ook je rust pakken. Even, zeker met dit weer, genoeg drinken natuurlijk. Dan moet je aan jezelf denken. Ja, dan heb je dus kans op vertragingen natuurlijk, als je dus je rust neemt. Maar dat wordt ook vaak al ingecalculeerd om dat je dus dat vliegtuigen niet op tijd weggaan. Tussen twee vliegtuigen neemt, dan moet je gewoon 5 of 10 minuten moet je even relaxen. Ja, doordat je dus die druk hebt, is er, hoeft er maar dit te gebeuren en het gaat natuurlijk mis. Dat weet iedereen gewoon ook. Ja, dus je moet gewoon op je eigen veiligheid, daar wijs ik ook mijn collega's heel vaak op, van let gewoon op je eigen veiligheid. Belangrijker dat je zelf veilig thuis komt dan dat er dus dat je aangereden wordt of iets pas ook nog gebeurt. Wat is er pas gebeurd? Een heftig ongeval wat ook in de media is gekomen. Ja, er was iemand die stak dus over op een zeer gevaarlijke plek. Ik ken die plek ook. En die is dus aangereden door een vrachtwagen, zeg maar. Die dus een speciale auto om mensen die dus invalide of slechte been zijn bij vliegtuigen te brengen. En die had daar dus hoogstwaarschijnlijk gewoon over het hoofd gezien. En die is dus voor haar leven gewoon gehandicapt. Een stuk van een arm en een been verloren. Ja, gewoon, je moet gewoon overal ogen hebben. Dat is gewoon ook een feit. Mensen die vaak te hard rijden, ook dienstvoertuigen, waar je dus gewoon rekening mee moet houden dat het, dat je die dus in de gaten hebt. Ja, die drukte kan je dus gewoon oplossen door mensen aan te nemen en met een vast contract en niet een 5-jaar contract, waar ik mensen ook over spreek. Als jij bijvoorbeeld een huis wil kopen en je komt bij een bank, dan kan je never nooit een hypotheek krijgen als je een 5-jaar contract hebt. Dus het moet gewoon vaste contracten komen. €14? Ja, zeker. €14 moet sowieso betaald worden. Anders komt er toch niemand binnen.